Terrein De Vlaming ligt in Dubbeldam, ten zuidoosten van landgoed Dordwijk. Was particulier eigendom, maar maakt nu deel uit van de ecologische zone. De groenstrook die Dubbeldam en Stadspolder scheidt van de rest van de stad. Vanochtend zette wethouder Van den Oever het terrein onder water. Sinds 1970 was het in gebruik als opslagterrein voor bouw- en sloopafval. Dus was de grond vervuild. Veel asbest en puin. Sanering was noodzakelijk. Het was hier een groenbestemming. We hebben al opgemerkt dat het ter behoeve van een kostendrager zouden hier een bebouwingselement komen. Oftewel koopwoningen op het terrein bouwen en met de opbrengst daarvan de kosten van de sanering betalen. Dat was voor de meeste bewoners was dat totaal geen probleem. Dat was op zich een heel leuk project. Ook met veel vijvers eromheen en in de midden zeg maar op een eilandje een appartementencomplex. Maar toen kwam de crisis. Maar door de marktontwikkelingen werd die opbrengst, dat werd een beetje penibel zeg maar, die situatie. Dus we hebben nog eens intern gekeken, hebben we dan andere dekkingsmiddelen dan de opbrengst van een wooncomplex? En dat bleek het geval te zijn, dus dat ging niet meer door. Er is gebruik gemaakt van rijkssubsidies voor bodemsanering en stedelijke vernieuwing. Dankzij de crisis zaten aannemers verlegen om werk en vroegen minder geld. En we hebben een hele gunstige situatie gehad dat er in een koude, natte periode gesaneerd is. Dus er hoefden weinig voorzorgsmaatregelen getroffen te worden om de buurt te beschermen tegen de asbest die zou vrijkomen bij sanering. Dus nu eens geen bewoners die een woonomgeving door stadskantoorplannetjes voorziet zien worden, maar alleen maar tevreden gezichten. Er zijn een paar aanpassingen gedaan. Ene met een paddenpoel, die was aan de kant van de woning in eerste instantie gepland. Daar is de gemeente gehoor aan gegeven door hem aan de andere kant van de dijk te doen. En wij hebben daar een paar stenen woningen staan, of een paar stenen loodsen staan. En de gemeente wilde in eerste instantie de sloot kort op de erfscheiding doen. Daar hebben we een overleg gedaan en die hebben daar 2 meter hebben ze daar bij gedaan dat er wat meer grond ter beschikking kwam voor de loodsen, voor het verzakken. En dat is allemaal in goed overleg gegaan. Met de aankoop van de grond, sanering en oplevering is 9 ton gemoeid. Veel minder dan het zou moeten zijn. En wat vrijwel volledig wordt gedekt door subsidies. En in plaats van een flat is er nu alleen maar natuur. En dat allemaal dankzij de crisis.